Dag Olaf, goedemiddag op uw strand hier in Knokke. Dag Willy, welkom hier op het strand in Knokke met prachtig weer. Siesta beat? Al 29 jaar. Al zo lang? Ja, dat is al een levenswerk, laat maar zeggen. Met ups en downs, maar goede evolutie de laatste jaren. Ja. Kan u nog dat begin schetsen? Hoe ging dat hier? Oh, het begin was heel basic, was niks van toilet of elektriciteit of noem maar op. Maar een twaalftal jaren terug hebben ze de dijk vernieuwd. En toen is het concept Beach Bar, Beach Club, een beetje gegroeid en gestart. Dus tot op het huidige dat we nu hebben, een heel leuk concept op het strand. Ik herinner me nog een aantal jaren terug, het Wit Paard toen had een voorstelling van zijn show. Bij u hier, een beetje wel een restaurant, dacht ik. Met Priestess Wilson nog bij. Stond een limousine op die dijk. Hoe lang is dat geleden? Een paar jaar? Ja, ik ben oud aan het worden, dus ik begin al veel dingen te vergeten. Hoe lang het geleden is, dat weet ik niet zojuist. Maar het was ook een hele leuke tijd, omdat de link dus van het strand naar het restaurant werd doorgevoerd. En dat was ook geweldig positief. Ik kon mijn eigen klanten 's avonds nog even bedienen. En nu, deze zomer, staat hier iets heel speciaals op til? Ja, eigenlijk is dat gegroeid. Heel logische groei. Knokke is enorm kunstminded. En die stap naar beach art, wat we nu doen, was in feite klein. Hoe dat we er niet vroeger op gekomen zijn, weet ik nog niet zo. Maar het is gegroeid vorig jaar. Ze zijn klein gestart. En dit jaar hebben we ons altijd maar verbeterd en verbeterd. En ondertussen hebben we artdirector Karen Crea, die echt voor topkunstenaars zorgt. Daar zit goed doel tussen ook. Dus, maar dat laat ik liever haar zelf uitleggen. Karen, mooie woorden van de baas. Ja, leuk. Altijd leuk om te horen. Ja. Complimentjes. Ik vind het ook heel leuk dat we dit jaar onze ruimte gekregen hebben. We gaan er iets heel tof van maken. We zijn heel goed gestart met een opening op 1 april. Dat is Full House. Het doel is wel om iedere maandag dus de artiesten live aan het werk te zien. Dus de live sessies zijn het hoofdmenu in feite. En dat wordt natuurlijk dan aangevuld met extra, zoals we nu vandaag doen voor het goede doel. En zo gaan we altijd verrassingen erbij krijgen. Ik zie vandaag Ludo Modelo staan. Die ken ik al van vroeger, van de Nijlpaarden in Antwerpen. Dat is niet zomaar iemand. Hoe strikt u die mensen dan? Ja, ik ben heel actief op social media. En, ik had toch gemerkt, ja? Ja. Laat niemand los. Nee. Klopt. Maar blijkbaar werkt het ook. Hè? En ik heb van ja, via, ik ken ook ondertussen wel al een paar artiesten. En zij kennen dan ook mensen. En de vraag is er in u eenmaal. Ik ben, voor dit concept zitten wij al redelijk goed volgeboekt. Tot eind mei. Dus ik ga nu juni beginnen plannen. En ik kijk natuurlijk altijd uit naar nieuwe artiesten. Wat ik wil is mensen, de artiesten, een kans geven die nog geen ander platform hebben. Want dat is voor mij het leukste, om de mensen echt te ontdekken en voor te stellen. Natuurlijk kunnen we er niet omheen. We hebben ook bekende namen nodig, hè, om een beetje het concept balans te geven. Hè, maar dat laat niet weg dat ik ook nog nieuwe mensen erbij wil hebben. Er staat hier nu een koe, die wordt momenteel beschilderd. Er gaan 4 kunstenaars aan werken? Er gaan in totaal 2 koeien zijn. En op elke koe gaan er 3 artiesten, beach art artiesten, werken. Dus de artiesten die meewerken op de koe, zijn enkel degenen die ook deelnemen aan ons concept. Ja. De ganse zomer blijven die koeien hier staan. Wat gebeurt daar dan mee? Ik hoor dat er een goed doel aan gekoppeld is. Ja, normaal gezien heb ik even met Ludo gepraat. En wij gaan dus op het einde van de zomer gaan er geen 1 event, maar 2 events gepland worden. Eentje in Antwerpen, omdat hij daar toch zijn entourage heeft. En we gaan ook eentje hier in Knokke laten doorgaan. Waar de locatie weten we nog niet. Maar dat zal ook telkens met een diner zijn en dan kunnen de mensen ook bieden. Het bieden kan al vanaf dat de koe klaar is natuurlijk, maar die avond gaat dus de gelukkige persoon met zijn koe naar huis mogen gaan. Ja, hopen op een beetje mooi weer van de zomer, Olaf en Karlen? Ja, dat hopen we altijd, hè, want zonder het goede weer hebben we ook niet veel succes. Hè. Mag ik u beiden bedanken en geluk wensen met wat u doet. Dank u, dank u. Dank u vriendelijk.